naar ja. Utrecht, want daar is een bevrijdingsherdenking verstoord. Wat is daar gebeurd? Nou ja, in Utrecht wordt altijd op 7 mei herdacht dat de stad Utrecht bevrijd is. Het is altijd een ceremonie, een toespraak van een verzetstrijder. Helaas is dat gisteravond dus verstoord op het Hogelandse Park. Want er kwamen twee jongens voorbij fietsen op een fiets. En die hebben allerlei vervelende dingen geroepen, waaronder ook Allah Akbar. En er ontstond heel erg veel verontwaardiging uiteraard bij de 100 mensen die bij die herdenking aanwezig waren. En helaas ging het ook mis in de stad Groningen. Daar lagen nog altijd natuurlijk bloemenkransen van de dodenherdenking bij het monument. Helaas in de nacht van zaterdag op zondag zijn daar uitgaansgangers, dus feestvierders, mee aan de haal gegaan. En die hebben die bloemenkransen gejat bij het herdenkingsmonument en ergens anders in de stad op straat gedumpt. En de politie noemt dat terecht